Ik ben Gerard het Hooft en ik heb 10 jaar geleden de Nobelprijs ontvangen voor onderzoek aan de allerkleinste elementaire deeltjes en de krachten daartussen. De theoretische natuurkunde vergt het uiterste van onze fantasie en inbeeldingsvermogen. Daarom gaan we nu een reis maken naar het allereerste begin van het heelal en kijken hoe groot het heelal is, wat de allergrootste snelheden zijn die deeltjes kunnen bereiken, of juist wat er kan gebeuren wanneer alle deeltjes erin stilstaan. We gaan ook naar de allerkleinste materiedeeltjes kijken in het heelal. Ik wil jullie meenemen op deze reis. En die reis, ja, die vraagt het uiterste van onze vaardigheden. En ik hoop eigenlijk dat jullie deze uitdaging aankunnen. Ik zoek de beste crew van het land. Ik ben Gerard het Hooft en ik heb de Nobelprijs ontvangen 10 jaar geleden voor ons onderzoek naar de allerkleinste deeltjes en de krachten daartussen. De theoretische natuurkunde gaat zover de verbeeldingskracht reikt. En de theoretische natuurkunde is 1 grote reis naar het onbekende. Ik wil jullie nu meenemen naar het onbekende, bijvoorbeeld naar het allereerste begin van het heelal, de oerknal. Of ik wil kijken naar het absolute nulpunt van de temperatuur, of juist naar hele grote snelheden die in de buurt komen van het licht. Kortom, we gaan kijken naar het extremen in deze wereld. En hiertoe heb ik een bemanningsleden nodig voor deze reis. De reis zal het uiterste vergen aan inzicht en vaardigheden van de bemanning. Durf je de uitdaging aan? Zal dit de beste crew worden van het land? Ik ben Gerard het Hooft. 10 jaar geleden heb ik de Nobelprijs gekregen voor ons onderzoek naar de allerkleinste elementaire deeltjes en de krachten daartussen. De theoretische natuurkunde is 1 grote reis naar het onbekende en vergt het uiterste van ons verbeeldingsvermogen. En nu wil ik jullie meenemen op deze reis, bijvoorbeeld naar het allereerste begin van het heelal, de oerknal. Ik wil ook jullie meenemen naar het absolute nulpunt of naar de hele grote snelheden. Kortom, we gaan de extremen van het heelal bekijken. Voor deze reis heb ik een crew nodig met inzicht en vaardigheden. Durf je de uitdaging aan? Zal dit de beste crew worden van het land? Mijn naam is Gerard het Hooft. 10 jaar geleden heb ik samen met mijn collega Veldman de Nobelprijs mogen ontvangen voor het onderzoek dat we deden aan de allerkleinste deeltjes in een atoom en de krachten daartussen. Voor mij is mijn vakgebied 1 grote reis naar het onbekende. Een reis die veel vergt van onze verbeeldingskracht. Ik nodig jullie uit om mee te komen met die reis. Door het hele heelal heen, naar bijvoorbeeld de oerknal, of we gaan met de lichtsnelheid op onderzoek uit, maar kijken er ook naar wat er gebeurt als de deeltjes juist helemaal stilstaan, zoals bij het absolute nulpunt. En dit is een reis die heel veel gaat vergen van inzicht en vaardigheden van de bemanning. Nou, ik nodig jullie uit om mee te komen als bemanning bij deze reis en te laten zien wat je waard bent. Het is een hele uitdaging. Durf je die aan? Misschien kunnen jullie wel samen de beste crew van het land worden.